weekoverzicht van 16 tot en met 20 december. Namens mij welkom op deze kerstfeer. Uit in Hilversum is hart tegen hart. Zegt hij dat iets? Nee, eigenlijk niet. Nou, ik citeer hier. Ik ben in mijn gezicht gespuugd, bedreigd, vertelt een van de portieren hier op de Groest. Midden in het centrum van Hilversum. Vorige week was er een hele discussie weer gaande dat het hand over hand weer toeneemt. Van alles en nog wat. Wij hebben jou als RTI-medewerker een dik zak met geld meegegeven en jij moest hier gaan stappen. Hoe heb je dat ervaren? Nou, het was heel leuk. Ik was in de G-spot en op vrijdagavond. Ontzettend leuk, sfeervol, geen ruzies, geen moeilijke dingen. Gewoon gezellig met veel drank en veel meiden en veel gezelligheid. De burgemeester had het vorige week tijdens de raadsvergadering over dat, en hij was een beetje boos, want hij vertelde gewoon van die media, die blazen het allemaal een beetje op. Is het dan ook zo? De radio ANP heeft het overgenomen. Het zijn allemaal dezelfde teksten. Geen één journalist heeft even gebeld met mij of met de politie, want wat is er nou precies aan de hand? En die luie journalistiek, die veroordeel ik, ook in deze raad. En daar ben ik nijdig over. De afgelopen vrijdag in de G-spot, het allemaal heel vredig verliep eigenlijk. Sterker nog, ik kwam de burgemeester zelf tegen. Hij was hier in de G-spot. Ik heb hem ook aangesproken en gevraagd wat hij daar aan het doen was. Vanwege inderdaad dat uitgaansbeleid, hè, en de opstandjes en de relletjes zo in het nieuws zijn, heeft hij besloten, ik ga zelf eventjes kijken hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. Ik heb een kort gesprekje met hem gehad en ik heb hem ook verteld dat ik dat gewoon, dat je dat als burgemeester doet, dat ik dat heel goed vind. En hij heeft volgens mij genoten, want ik heb hem veel zien lachen. Dus volgens mij vond hij het heel leuk. Misschien dat het wel zo is wat de burgemeester zei, dat de media het misschien een beetje opblazen, al dat geweld enzovoort enzovoort. Ik denk wel dat dat aan de orde is. Ik kom zelf niet uit Hilversum, dus ik weet niet van de hoed en de rand hier. Maar ik weet wel dat het vrijdag in de G-spot heel gezellig was. En natuurlijk zijn er vaak opstootjes en trekken en duwen en schelden en dat soort dingen. Maar meestal blijft het daarbij. Echt bloed aan de paal is er meestal niet. En dat was zeker afgelopen vrijdag niet het geval hier in G-spot.
Even hier verderop is ook nog een van de clubs. Gevestigd in een oude bioscoop. Daar heb je toch iets geks meegemaakt? Ja, klopt. Ik stond daar voor de deur met 4 vrienden. En we werden niet binnengelaten. Heel bizar. Ik ken die twee. Er stonden 2 portiers. Ik ken er 1 van uit een oude club uit Wormer. En we kwamen niet binnen omdat we geen meisjes bij ons hadden. En omdat ik die andere portier niet ken. Nou, dan snap ik dat je natuurlijk jongens of bepaalde groepen wil weren vanwege opstandjes en ruzietjes in de club. Omdat het schade doet aan je imago. Maar we waren netjes gekleed. We praten netjes. We hadden geen kwaad in de zin. En ik vind dat als portier moet je die bepaalde groepen kunnen herkennen. Het is al enige tijd bekend, maar sinds 15 december is het eindelijk officieel. Station Hilversum Noord heet vanaf nu Station Hilversum Mediapark. Het volgende station is Hilversum Mediapark. Dierenasiel Krailo stapt naar de rechter. De gemeente wil namelijk dat de opgevangen zwerfdieren naar Naarden worden gebracht en na 4 dagen naar een dierenwelzijncentrum in Amersfoort gaan. Volgens Krailo mag dit niet, omdat de dieren eerst 14 dagen in quarantaine moeten. Dierenasiel Krailo is het er niet mee eens dat de noodopvang voor dieren bij haar wordt weggehaald en spant daarom een kort geding aan. In januari wordt de uitspraak verwacht. 3 studenten van HKU Hilversum zijn ontzettend populair op YouTube. De groep animators met de naam Pac-Barians hebben recent een animatiefilm gemaakt over Pokémon's en Dragon Ball Z, wat ondertussen al meer dan 1,7 miljoen keer bekeken is. We zijn toen we in het derde jaar kwamen, moesten we een schoolproject beginnen. En we hebben toen besloten, omdat wij zelf ook heel erg fans zijn van animaties op het internet, op YouTube en op Vimeo en dat soort zaken, wilden wij ook gewoon met z'n drieën animaties maken voor het internet. En daarmee zijn wij de Pac-Barians begonnen. En we zijn zelf ook gewoon heel fan van heel veel. Wij spelen games, wij houden van oude televisieseries en dan vind ik ook heel erg leuk om daar parodies over te maken. En dat is heel erg ook een beetje de markt op YouTube. Vind dat heel erg fijn, vind dat leuk ook om te kijken. Dus vandaar zijn wij begonnen met parodiefilms maken. En ook ons Pokéball Z filmpje is ook een parodie van een oude anime-serie, Dragon Ball Z. En van natuurlijk de spellen Pokémon. En dat slaat ook heel erg aan meteen, want het zijn heel herkenbare elementen. En dat vinden mensen dat ook gewoon leuk om te zien. En wij vinden het leuk om te zien en om te maken. Hoe zijn jullie op de naam gekomen van Pac-Barians? Ten eerste wilden we gewoon een naam hebben voor ons drie. Zodat wij als één team onder die ene naam konden functioneren. En dat komt afkomstig van 2 woorden eigenlijk. Het Engelse woord voor barbaar, barbarian. Dat vonden we gewoon leuk. Dat is gewoon een leuk thema om karakters omheen te verzinnen, om een logo omheen te verzinnen. En het woord daarvoor is pack-bar. En een pack-bar is een oud gereedschap wat vroeger werd gebruikt bij animatie. Wat vooral Disney ook heel veel dus gebruikt. Ja. De toekomst wil ik gaan freelancen, sowieso. Gewoon een beetje combineren animatiewerk, wat het lokaal is en wat op internet te doen is. Maar we gaan ook verder met Pac-Barians, hierna. Sowieso als een groepje. En dan gaan we kijken of we dan inderdaad misschien nog een eigen serie zouden kunnen lanceren op internet. Of alle mogelijkheden bekijken wat ermee te doen is. Ik zou graag door willen gaan met Pac-Barians. En uiteindelijk gewoon mijn eigen filmpjes willen maken. En dat daar ook mijn geld gewoon mee verdienen. Dus zonder een bedrijf of zo wat aan me vraagt of ik wat voor me wil maken. Ja, mijn eigen ding. Ik wil niet vastzitten aan een bedrijf die me opdrachten geeft. Ja, af en toe is leuk. Maar ik bedoel, uiteindelijk wil je gewoon je eigen ding maken. En ik hoop dat we hiermee te bereiken met Pac-Barians. Zondag 15 december was er een voorspeelmiddag bij Bol Pianos en Vleugels in Amsterdam. Verschillende pianisten kwamen samen om muziekstukken te spelen. De broertjes Terlinge en Marlon van Dalen uit Hilversum waren ook aanwezig om wat te spelen. Thank you.
Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft onder verschillende gemeentes een enquête gehouden. Uit deze enquête blijkt dat Hilversum 1 ster scoort op het gebied van monumentenbeleid. Norman Vervat, vrijwilliger bij Bond Heemschut in de gemeente Hilversum, legt uit hoe het onderzoek gedaan is en waarom Hilversum maar 1 ster scoort. Ook vroegen wij wethouder Erik van der Wand en Bond Heemschut zelf naar een reactie. Hilversum scoort 1 ster, hoe kan dat? Klopt, nou ja, 1 ster betekent eigenlijk een soort basisbeleid. Dat ze moeten aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen en daar voldoet Hilversum aan. Maar de verantwoordelijkheid is ook neergelegd bij gemeenten voor de zorg voor monumenten. Dus gemeenten hebben behoorlijk wat instrumenten om een goede zorg aan een goede verzorg te voldoen. Maar Hilversum heeft, of althans wat wij hebben kunnen vaststellen, doet Hilversum het gewoon nog niet heel goed op dit gebied. Meneer Van der Wand, bent u ervan op de hoogte wat voor onderzoek er is gedaan? Ja, ik ben daar inderdaad van op de hoogte. Wel zeer door de krant met een kop, hoe was de kop ook alweer? Ronduit slecht. Nou, eigenlijk laat ik dit erop zeggen. Ik vind het heel goed dat Bond van Heemschut dit soort enquêtes houdt. Die zijn overigens vrijwillig. Wij hebben die niet ingevuld, want we hebben het ongelooflijk druk als monumentenstad. En we hebben een kleine bezetting. Maar de uitspraak dat we ronduit slecht zijn in wat we op het gebied van monumenten, dat klopt helemaal niet. Wij voldoen in ieder geval aan een goede basis. Waarom denkt u dat Hilversum momenteel zo slecht scoort? U noemde net al een aantal zaken, maar wat denkt u dat de hoofdredenen zijn? Nou, Hilversum scoort niet slecht. Hilversum scoort slecht op het gebied van communicatie en die website en het naar buiten brengen. En we hebben overigens die enquête ook niet ingevuld. Dan hadden we er waarschijnlijk ook weer anders voor gestaan. Wij hebben een beperkte capaciteit binnen de dienst. Daar is expliciet voor gekozen in de afgelopen jaren om tot bezuinigingen te komen. Maar de workload is heel hoog. Dat betekent dat in de praktijk de meeste aandacht direct gaat naar de monumenten zelf. En minder naar, zeg maar, het naar buiten brengen van. Nou, daar zullen we meer aandacht aan moeten gaan geven in de komende tijd. Waarom scoort Hilversum volgens de monumententest zo slecht? Een aantal dingen is niet ingevuld, dus daardoor missen er wat gegevens. En eerlijk is eerlijk, Hilversum verdient beter dan het eindresultaat van de test. Hilversum verdient eigenlijk 2 sterren. Ze doen dingen goed, maar er kunnen ook dingen beter. Dus de waarheid ligt in dit geval in het midden. Goedenavond, ik wil graag een Gordon nummer 39. Goedenavond. Dat is goed. Nummer 39, die bestaat uit kipfilet en witte rijst. Wil je een portie hebben? Nou, dat lijkt me heerlijk. Tuurlijk, ga ik het doorgeven. En wat is het? Wat is het, kipfilet of wat is het? Dat is gefrituurde kipfilet met zoetzuursaus. Verwacht u veel te verkopen? Ik hoop van wel, want ik heb wel 100 portie voorbereid voor vandaag. Meer dan 100 heb ik niet, dus. Heel wat je kunt daar worden. Kismet Gunes kreeg woensdagmiddag 18 december de prijs uitgereikt voor hulp van het jaar 2013. Kismet zorgt voor de 34-jarige verstandelijk beperkte Marieke Jongmans. Wethouder Erik van der Wand was bij Marieke thuis aanwezig om de prijs aan Kismet uit te reiken. Waarom denk je dat jij de eerste prijs hebt gewonnen? Ja, heel veel kennis en ik hou van mensen. Ik wil veel contact met de buren, met de familie, collega's en dus we hebben gevraagd, ook gekregen en gewonnen. Hè, Marieke? Lieve mensen, Marieke, Kismet, ik ben ongelooflijk blij dat jullie in Hilversum wonen. Want waar kan je beter wonen en zo verzorgd worden door Kismet als het met Marieke gebeurt? Ik ben ongelooflijk trots, ook op de familie, op alle mensen die meewerken in dat netwerk. Want wat hier gebeurt is zo belangrijk, ook voor de ouders, voor iedereen. Want ik weet dat de ouders, Hans heeft het net weer gezegd, die kunnen ouders zijn. Kismet, van harte gefeliciteerd. Je hebt meer dan 650 stemmen gehaald. Echt fantastisch. En ik ben blij dat ik als wethouder van Hilversum jou de prijs mag geven. En dat is een weekend weg.
met degene met wie je wil, heb ik begrepen. En ik wens je heel veel en ongelooflijk fijn dat jij er bent. Dank je wel. Hoe komt het dat Kismet en Marieke zo'n goede band samen hebben? Omdat ze elkaar heel goed aanvoelen. Ze hoeven elkaar maar aan te kijken en dan weten ze eigenlijk al hoe het in elkaar steekt, wat ze willen. Kismet heeft denk ik ook die band opgebouwd door altijd aan Marieke te vragen, wat vind jij ervan? Waardoor Marieke zich gehoord voelt, gezien voelt. En daardoor krijg je steeds meer een wisselwerking. Dus Kismet gaat steeds meer zien van, oh, Marieke bedoelt dit. En Marieke gaat steeds meer geluid geven naar Kismet toe van, hey, ik wil jou wat zeggen, ik wil jou wat vragen. En dan is het een kwestie van zoeken van, nou, wat speelt er nu? En dan, als je na 4 jaar merk je dat je elkaar steeds beter leert kennen. En krijg je ook een band met elkaar. Want Marieke is wel een type dat als het niet klikt, dan kun je het verder schudden. Renger Hartog en Melvin Erné studeren aan het MBO College Hilversum. Zij volgen een audiovisuele opleiding en hebben een eigen bedrijf opgericht genaamd HE Visuals. Wij wilden daar het fijne van weten en zochten ze op. Waar komt het idee HE Visuals vandaan? HE Visuals zijn wij, Melvin en Renger. Wij hebben het bedacht in ongeveer april op school. Tussen onze stages in moesten we terug naar school komen en toen begonnen tegen elkaar te praten van, ja, wat wil jij gaan doen naar je opleiding? Nou, ik wil eigenlijk wel voor mezelf gaan beginnen, lekker filmen. We hadden eigenlijk wel een beetje hetzelfde idee erover. En zo hebben we eigenlijk in een klein half uurtje hebben we eigenlijk een beetje hele wilde plannen gemaakt om een eigen bedrijf te starten. En daar zijn we best wel serieus mee verder gegaan. En hoeveel opdrachten hebben jullie al binnengekregen? We hebben geen aantallen, maar je hoort ons niet klagen over het aantal klanten dat we hebben. We hopen wel dat het over een jaar ongeveer 2 keer zo groot is en dat uiteindelijk uit zal lopen tot te veel klanten. Dat we ons netwerk moeten inschakelen om het aantal klanten aan te kunnen. Maar het groeit aardig. Okay. En hoe kunnen mensen jullie vinden? Vooral via Facebook eigenlijk en mond-op-mond reclame. We hebben ook een website, www.highvisuals.nl. Maar over het algemeen vinden mensen ons wel via Facebook eigenlijk. Heel vaak krijgen we berichtjes via Facebook binnen van, nou, ik heb een idee voor een video, kunnen jullie ons daarbij helpen? Of dan worden we gemaild door het infomail. Of toch ook heel vaak nog mond-op-mond reclame. Dat mensen een goed woordje voor ons doen, omdat ze toch wel tevreden met ons zijn. En zo rolt het balletje eigenlijk altijd wel. Apotheek Stevenson heeft als eerste apotheek in Hilversum een medicomaat geplaatst. Het is een robot die dag en nacht uw medicijnen uit kan geven. Hoe werkt dat nou precies, zo'n medicomaat? Dit is een 24 uur geneesmiddelenuitgiftepunt. Het is een automatische robot. Als de patiënten hun medicijnen aanvragen bij de huisarts, de chronische medicatie, de herhaalrecepten, komt het recept bij ons binnen. Vervolgens wordt het klaargemaakt, aangeschreven, gecontroleerd. En vervolgens wordt het in de automaat gedaan. Vervolgens krijgen de mensen dan, er kunnen er 180 pakjes in. En die robot leest dat dan binnen 5 minuten. En vervolgens krijgen de patiënten een sms'je of een e-mail dat hun medicatie klaar staat. En vervolgens kan het afgehaald worden, 24 uur per dag. Waarom kiezen jullie voor zo'n medicomaat? Nou, het is een stukje service richting je klant. En het is eigenlijk een win-win situatie. Want het bespaart ons tijd aan de balie. Mensen die medicatie chronisch gebruiken, die hoeven niet iedere keer een heel verhaal. En die willen ook niet wachten aan de balie. Dus die kunnen dan lekker de medicijnen uit de muur halen. De werkende mensen die maken daar echt dankbaar gebruik van. Zeg maar, die niet binnen de openingstijden in de apotheek kunnen komen. Want wij moeten met steeds minder personeel meer recepten verwerken. Zo hebben we dan tijd over voor eerste en tweede uitgiftegesprekken aan de balie en om echt zorg te verlenen. In de middag van 20 december zijn er op de Hilversumse Meentweg 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. De schade was groot, maar de inzittenden kwamen gelukkig met de schrik vrij. Jannie en Hil Bokhorst uit Hilversum hebben zich 5 jaar met hart en ziel ingezet voor de voedselbank. Nu vinden ze het tijd om te stoppen. Meneer en mevrouw Bokhorst waren echt een aanwinst. Ze konden mensen op hun gemak stellen en zorgden ervoor dat iedereen zich bij de voedselbank thuis voelde. Het is sinds ik niet meer werk, heb ik heel veel dingen gedaan in mijn leven.
waarbij ik belangeloos de medemensen een beetje diende. En dat is uit protestants-christelijke overwegingen, dat mag ik er best wel bij zijn. Hier zit een sfeertje in deze ruimte met medewerkers en met mensen die hier komen, die me erg aanspreken en waar ik me erg betrokken bij voel. We zijn er een beetje op een speciale manier ingerold en we zijn nooit meer weggegaan, omdat dat ons gewoon gegrepen heeft. Mijn vrouw is 78 en ik ben 80. En ja, een mens moet eenmaal een keer een einde maken aan bepaalde werkzaamheden. Mijn vrouw die kan niet zo erg best lopen en ik moet dus boodschappen doen. Ik kook meestal, dat doet mijn vrouw niet meer, dat doe ik. En stofzuigen moet er af en toe gebeuren. Dat kan ik allemaal nog wel, alhoewel het ook wel wat zwaarder begint te vallen, omdat ik niet zo jong meer ben. Maar ik zal mijn tijd echt nog wel volledig besteden. Wat vindt u ervan dat ze de voedselbank verlaten? Ik vind het jammer. Ik begrijp het, maar ik vind het jammer. Maar ze worden natuurlijk ouder en je ziet gewoon dat het zwaarder wordt. Maar voor ons is het jammer. Het is ook een beetje onze vader en moeder, een beetje gezellig en warm. Als je binnenkomt, 's middags, wil je een kopje koffie? En ik heb het daar neergezet. Kom even zitten. Dat soort dingen eigenlijk. Het is voor hun gewoon veel te veel nu. Ze hebben het jaren gedaan. En ze zijn hier echt, ik bedoel, iedereen loopt met ze weg en iedereen vindt ze geweldig. Want oudere mensen, die ook om iedereen een arm heen doen en het verhaal van de mensen weten. Maar ik denk dat het nu gewoon klopt en dat ze wat rustiger aan doen. Wij vinden het allemaal heel jammer. Hans Roos, Hilversum 1. Vertel eens. Ja, we hebben Hilversum 1 opgericht, een nieuwe lokale partij in Hilversum. Omdat we vinden dat er een aantal onderwerpen in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht hebben gekregen. En er komen in de komende jaren nog een aantal hele belangrijke onderwerpen op ons af. Waarvan wij het noodzakelijk vinden dat de Hilversumse burger, het lokale geluid, daarin gehoord wordt. En dat willen we een platform geven en daarvoor hebben we Hilversum 1 opgericht. Nou, als je nou kijkt naar welke onderwerpen daar bijvoorbeeld voor ons in ieder geval van belang zijn, dan staat daar met stip bovenaan de volkshuisvesting. Het niet hebben van voldoende woningen voor hele specifieke groepen in Hilversum. Je zou het met elkaar niet willen hebben dat mensen zo lang op een woning in Hilversum moeten wachten. Jaren staan ze op een wachtlijst. Dat moet je niet willen met elkaar. En dat heeft volgens ons te weinig aandacht gekregen in de afgelopen jaren. Er is wel iets aan gedaan, maar het is een druppel op een hete plaat. Dat werkt op die manier niet. Nou, specifieke groepen, dus voor de jeugd, voor ouderen, maar ook sociale woningbouw. Zodat mensen niet eindeloos op zo'n wachtlijst hoeven te toeven. Een ander belangrijk punt betreft het verkeer. Dan zul je zeggen, nou is dat weer in Hilversum en het verkeer. Ja, het is nou eenmaal zo dat er enorme verkeersstromen door woonwijken gaan in Hilversum. Hè. En met name de Johan Gerardsweg en de Diependaalse Laan. Nou, er ligt nu een voorstel om de woningen die heel dicht aan de weg staan op de Diependaalse Laan, om die te gaan isoleren. Omdat die veel hinder hebben van het geluid van dat verkeer. Ja, geluid is één. Maar onlangs is ook vast komen te staan dat de gehaltes aan fijnstof bij die doorgaande wegen erg hoog zijn, maar ook extra gevaarlijk. Dus dat moet je ook niet willen met elkaar. Dus we moeten denken aan alternatieven, hoe we met die verkeersstromen op die buitenring omgaan. Kun je me vertellen wie er bij jou dan in de partij zitten? We hebben een bestuur gevormd. En de voorzitter van de partij is Roland van der Akker. De fractieassistent is John Tammer, maar die is ook tevens bestuurslid. En ik ben zelf secretaris van het bestuur. In januari hebben we onze formele oprichtingsvergadering. Daar wordt het programma vastgesteld en daar wordt de kandidatenlijst vastgesteld. En daar wordt ook een nieuwe invulling van het bestuur gekozen. Maar je moet bij de oprichting van een politieke partij van start. Dus de initiatiefnemers die nemen voor die eerste fase zitting in het bestuur. Hilversum 1, hoe ben je daarop gekomen? Je bedoelt op de naam of op het idee om zo'n partij te beginnen? Ja.
Op de naam? Op de naam. Ja, ja, de naam die cirkelde al een tijdje rond, ook in andere gremia. Maar ik vond hem in ieder geval uitstekend voor een nieuwe lokale partij. Die echt ambitie heeft om ook de grootste lokale partij te worden. Maar ook wil bijdragen aan een soort eenheid binnen die lokale politiek in Hilversum. Ik sta hier met wethouder Lon Joren. Beste wethouder, wat zijn we hier aan het doen? Nou, om te beginnen sta ik tussen de mannen die het echte werk doen. Want wij zijn erg gewend aan mooie schone straten, maar daar is wel wat voor nodig. En belangrijk, en dat is precies waarom we nu hier zijn, is we hebben nieuwe veegwagens. En dat zijn ongelooflijk moderne apparaten die, en dat is belangrijk, erg milieuvriendelijk zijn. Dus als het gaat om bijvoorbeeld de uitstoot, de fijnstof, is dat ongelooflijk gereduceerd. En dat zijn splinternieuwe wagens die wij dus heel graag zien. En dit blijkt ook van het wagenpark de achtste te zijn, de zevende en de achtste, zeg maar, die aangeschaft zijn. En daarmee heeft SBS een prachtig park aan wagens om onze straten heel goed schoon te houden. En ook belangrijk, onze riolen blijven hier schoner door. Want als je goed veegt, en met name met borstels heb ik net begrepen waarmee je ook nog onkruid weg kunt krabben, dan blijft dat een stuk schoner boven en onder de straat. Schone straten voor de Hilversummer? Absoluut. En ik begrijp, de veegmachine, hoorde ik ook nog een Nederlands product? Ook dat nog. Ja, dat is in Nederland gemaakt en dat is natuurlijk in deze tijd, zeker economisch, ontzettend mooi dat we dat kunnen en ook nog afnemen met elkaar. Dus Hilversum is blij met twee nieuwe veegwagens? Absoluut. Met stormachtig weer bezoek ik het dierenasiel Krijlo. In het poesenhuis wordt al op me gewacht. Dit keer door een stelletje, poes Lamis en kater Sami. Lamis heeft op de bank een plekje voor me gereserveerd. En Sami zit eronder. Lamis is een kruising langhaar. Ze is 7 jaar oud, wil heel graag knuffelen en we willen haar graag plaatsen met Sami. Sami is een Europese korthaar. Hij is 7 jaar oud en is onzeker. Lamis en Sami zijn al vele jaren een stelletje. Lamis kan goed met vreemden en kinderen omgaan, kan goed alleen zijn. Aan andere katten moet ze even wennen en voor honden loopt ze weg. Lamis is dol op aandacht en wil het liefst de hele dag knuffelen. Sami is tegenover vreemden afwachtend, is bang voor rennende kinderen, kan goed alleen zijn en kan goed met andere katten omgaan en voor honden loopt ook hij weg. Sami is een beetje onzeker. Ook u kunt op de bank plaatsnemen om kennismaking met het prachtste in dierenasiel Krijlo. De Hilversumse Meent wordt 40 jaar. Wat heeft u daarvan meegemaakt? RTI Hilversum is benieuwd naar uw foto's, video's en natuurlijk bijzondere verhalen. We willen ze graag zien en horen. Stuur ze naar meent40jaar@rtihilversum.nl.